Ja, we zijn weer terug bij Roger Barreny, live vanuit de studio van NHTV. En naast mij zit de correspondent, en ik moet eigenlijk zeggen correspondente, Victor van der Westerlaken, Kevin van Gils. Maar voordat ik iets aan jou ga vragen, jij bent een waardige opvolger van jouw vader. Die heeft, die dacht ik, hoe lang is hij bij Barreny TV geweest? Nou, ik denk dat mijn vader toch om, vanaf 2000 toch wel actief is geweest voor Barreny TV. En ik ben er ook zo eigenlijk een beetje erin gerold. En ja, is een beetje overgenomen een aantal jaren geleden. Ja, nou, ja. Dat gaat perfect. Daar zijn we ook heel blij mee, Victor. Ik hoop dat je toch lang blijft volhouden. Maar dat kan niet anders met zo'n geweldige assistent. Maar goed, we gaan naar Boshuizendorp. En wie kent de natte dinsdag van de Mechel niet? Daar gaan we nu naar kijken. Nou, dat is gewoon gisteren altijd volle bak muziek en volle bak, helemaal vol. Kijk, daar komt de Raad van Elf, die komt hier, die komt hier binnen. Het is een ontzettend klein cafeetje, want het is altijd lokvol. Nu is het de laatste met een schoenlippel binnenwringen. Dit is bij Christiane volgens mij, ja, hè? Ja, bij Christiane. Ja, geweldig sfeervol café, Victor. Ja, zeker weten. De Mechel die praat zich alles aan elkaar. Die race onder de Mechel gelijk in beeld. Kijk, met Prins Bulo. Je herkennen van de reclame. Ja, toch wel. Ja, leuk. Kijk, en iedereen die doet mee. We jou eventjes graag op het biljart willen hebben, want wij hebben voor jou... Dat is Jos Schetters met het de Boshuizen vieren carnavalslied. Die doet ook alweer jaren mee aan de Sauwe, aan de Sauwelavonden. Ja, en dat lied dat heet Boshuizen mee carnaval. Het biljart wordt dan ook omgetoverd tot, tot een podium. Was het daar bomvol? Nou ja, het is echt, echt schouder aan schouder. Ik heb de indruk dat in Boshuizendorp het carnaval weer behoorlijk aantrekt. Ja, zeker weten. Echt, dat ligt vol. Ja. Jong en oud, hè? Het is echt heel divers. Iedereen zingt mee in volle borst. Geweldig. Ja, ja, schitterend. Jammer dat het geluid niet zo goed doorkomt. Ja, hier bij ons in de studio, het moet hard nemen. Maar de mensen thuis moet goed horen zijn. Trans, Hummel is een Hummel is element, microfoon en een glas. Glaasje bier, dat kan niet zonder. Glaasje bier kan Hummel niet zonder. Hummel is element. Ik had er best tussen willen zitten, Victor. Ik zou zeggen, kom volgend jaar, want het is ideaal op het bier. Volgend jaar heb ik tijd. Dat gaan we gewoon doen. Dat stopt niet om te zeggen, dat gaan we gewoon doen. Dus jullie zijn eigenlijk voortijdig weggemoeten? Weggemoeten, helaas. Ik denk dat als we er nu toe rijden, dan wordt ook weer de feesten daar. Volop. Ja, we moeten onze verplichtingen voldoen. Dus. Nou, dat was dan de Mechel. Natte dinsdagmiddag in Boshuizendorp. Victor, enorm bedankt. Graag gedaan. Kevin, bedankt.
En we zien elkaar. En we gaan er gelijk in met een clip van De Nans. Ook de drinkenbroeders en hun overhand zijn heel kloos. De hele nacht idool gebracht. Tot nu toe zijn wij nog heel. Wij schenken weer in en niet te gering. Ook mijn opa heeft op zijn schoot een heel lekker ding. Tot morgen vroeg zijn wij als nooit in onze hart en ziel. Wij maken zelf muziekjes en zingen uit volle borst. Zo schat mijn trompetje, ik heb zin in een verzetje. Of we bij de takker of op onze stoelen staan. Schat mijn trompetje, ik heb zin in een verzetje. Of we bij de tap gaan of op onze stoelen staan. Doe zoals de meeste, feesten als de beesten. Dus wil ook geen enkele van ons naar huis toe gaan. Dus wil ook geen enkele van ons. We zijn weer terug, dames en heren. Rondje Barenie, live vanuit de studio NHTV in het Kielegat. Naast mij zit Ton van Espen. Helemaal goed. Helemaal goed, mooi. In één keer goed. Goh. En Ton, welkom. We hebben elkaar natuurlijk al een aantal dagen gezien, want jullie hebben al heel wat filmpjes ingesproken. En we gaan nu kijken, dan mag jij het zeggen. Ja, het is de laatste dag vandaag en daar stond in het teken van de verkiezing van de nieuwe jeugdraad. Tegelijkertijd het bitterballenfeest voor de vaders. Nee, juist voor de ouders. He, want die kinderen die waren natuurlijk allemaal aan het rondspringen van... Nou, mijn kinderen lusten bitterballen, hoor. Ja, oké. Okay, die zullen ook al een bitterballetje gepakt hebben. Maar ja, goed, de ouders moeten zich ook even bezig houden, hoor. Want die kinderen die waren natuurlijk zich geweldig aan het presenteren. Om voor de verkozen voor de jeugdraad van komend jaar. Okay. Dus daar ging het om. Oh, dat gebeurt op die avond, ja, op deze avond? Ja, dat is op dinsdagmiddag worden die kinderen gekozen. Die mogen dan ook vanaf dat moment met de bestaande jeugdraad de rest van de dag meevieren. Maar goed, we gaan het filmpje bekijken. Ja. Dan zien we dingen terug. Dus start het filmpje maar in. Laat maar komen. Ja, dat gebeurt allemaal nog in het Dorpshuis Web. Voor de laatste keer. Ontroerend goed, die was geweldig bezig om die bitterballetjes naar binnen te loodsen. Goh, en kijk, ze waren geweldig. Ik heb gehoord dat er hier een bitterballen zijn. Als ik dat geweten had ik ze meegenomen. Ze waren heerlijk. De chapetter die houdt alles in de gaten met onze prins Tonio. Maar het belangrijkste vanmiddag buiten die bitterballen, dat was natuurlijk de verkiezing van de jeugdraad. Voor het komend jaar. En dat gebeurt altijd op dinsdagmiddag tussen 2 en 4.
En de kinderen doen er uiterste best hier op een prachtig plaatje, Mariska, met ontroerend goed. Dit is dan weer in de zaal waar de kinderen hun best gaan doen. Iedereen probeert natuurlijk zoveel mogelijk op te vallen. De jeugdraad van de afgelopen jaren is wat uitgebreid. We zijn toch van 11 jeugdraadsleden plus het prins of prinses gegaan naar 17 mensen. Inclusief naar een politie, 2 adjudantes. En er doet altijd nog een reserve mee voor het geval dat er een van de kinderen ziek wordt een dagje. Dan kan die ook meedoen. Nou, dan komt het spannende moment. En dat is zo, de uitverkiezing van die nieuwe jeugdraad, dat wordt dus bekendgemaakt door de jeugdprins terecht. Okay. Tonio die zal natuurlijk wel een beetje helpen. De nieuwe jeugdraad, die krijgen allemaal rode petjes op, zodat ze dus heel goed te herkennen zijn. En die gaan de rest van de dag trekken ze met de bestaande jeugdraad mee. Tot vanavond toe, tiende carnaval. Sikverbranding hebben ze meegemaakt. Het afscheid van de oude jeugdraad, dat hebben we niet kunnen filmen. Want dat is een half uur, een uur geleden gebeurd. Dus dat kon er net niet op. Dat is altijd heel emotioneel. Maar dit is ook leuk. Als je ziet hoe blij de kinderen zijn. Dat is ja, geweldig. Zoveel enthousiasme. Ja. En het is echt het spant erom. Hè. En je ziet ook met name de ouders. Die gaan helemaal uit hun dak. Het is belangrijk voor Totteringen dat de jeugd er vroegtijdig wordt bijgehaald. Ja, dat is heel belangrijk. We hebben natuurlijk een klein carnaval. Groot dorp, maar een klein carnavalsgemeenschap. Als ik zo Kees Ozemans hoor, dan ben ik toch een beetje jaloers. Daar hebben ze heel veel traditie. Wij proberen dat toch echt een beetje in stand te houden. En met name dit, hè, de Lampionnentocht. Altijd heel sfeervol. Geweldig met carnavalsmuziek. Van het web uit naar het Sikkerplein met al die lampionnetjes en al die fakkeltjes. De durfgasten die dat vaker begeleiden. Dus nou liepen ze ook weer voorop. Een van onze oudste kapellen. Die zijn er elk jaar ook weer bij. En de kinderen vinden dat geweldig. En, leuk. Je ziet gewoon het spannend. Ja, je ziet het plezier van de gezichten. Ja. Die vinden ze zo geweldig. En dan maar afwachten of die sik wil branden natuurlijk. Hè. Ja, zijn we allemaal in even anders. Stond, maar ja, als elk jaar nog verbrand. Het is toch steeds gelukt, ja. Het is steeds gelukt. Het is wel eens een keer zonder vuurwerk geweest. En dat was een zware teleurstelling voor menigeen. Was dat per ongeluk of was het toen tijd dat was het allemaal een beetje gevaarlijk. Het mocht niet, maar tegenwoordig hebben we elk jaar weer een geweldige vergunning daarvoor. En dat gebeurt natuurlijk ook met alle veiligheidsvoorzieningen. Iedereen houdt zich daar keurig netjes aan. Er wordt dus een groot lint gespannen om het Sikkerplein heen. Voorzitter Gert Zinnige met Tonio overleggen nog even. Jeugdprins Sander die stond er tussenin. En de jeugdprins en Sander en Tonio die gaan dus zo meteen met hulp die sik in de brand steken. En in vroegere jaren zat dus het vuurwerk ook in de sik. Dat is niet meer helemaal veilig verklaard. Dus sinds een aantal jaren dan laten we gewoon het vuurwerk van onder de sik naar boven schieten. Zodat het nooit naar beneden kan komen. Jan Rijvers van de Durfgasten en dat is Christian Brouwers. Bekende mensen in het dorp. Het Sikkerplein nog eventjes, hè? Want als de sik verbrand is, dan wordt het gewoon Willem-Alexanderplein. Kijk, hij brandt. Ja. Zie hem al branden. Hij gaat de lucht in. Daar gaat hij. Prachtig. Ja, schitterend. Ja, dit is voor heel veel mensen die heel veel werk verzet hebben, elk carnaval weer een emotioneel moment. Het is eigenlijk het einde van een heel leuk carnaval en het ziet er altijd weer prachtig uit. Het is jammer dat we de geluiden niet zo doorkrijgen, maar hij brandt. Maar volgend jaar is hij er weer, dan staat hij weer op de lijn. We zijn er weer, Ton. Ja. Ik wil jou bedanken voor jouw inzet al die dagen. Graag, je hebt ook al heel wat filmpjes ingebroken. Ja. En waarvoor enorme dank. En we gaan verder met de Klepzeigers. Heel de deur kan uit zijn bol.
verbazen. We gaan hiermee de leuk nog jaren deur. Ja, we zijn weer in beeld. Rondje Barreny, live nogmaals vanuit NHTV. We kunnen niet, niet dikwijls genoeg zeggen, want we zijn daar enorm dankbaar voor dat we dat hier mogen en kunnen doen. Maar, daar gaat het vanavond niet over. Ik zit hier naast Kees Hozemans en ik heb me laten vertellen, en dat klopt, dat Kees inmiddels al 15 jaar correspondent is voor Barreny TV. En dat Kees, dat vinden wij geweldig. Dat vinden wij geweldig. Ja, dat is zo. 15 jaar, ik denk, ik zal wel alles maar krijgen, maar we krijgen hier ook niks. Je weet, je kent Piet. Piet van Hoofd. Piet van Hoofd. Ja. De Neerwaard. Daar krijgen wij ook niks van. Hij is vanavond verkleed als pastoor. Ja, ik heb hem gezien. Ik heb nog een mop verteld. Echt waar? Vertel. Ja. Vertellen? Ja, vertellen. Nou, er was de pastoor, die had last van muizen in zijn kerk. En toen zei hij, wat moet ik dat nou aan doen? Hij had van alles geprobeerd en ze gingen maar niet weg. Toen zag je op een gegeven moment patiënten lopen. En toen zei die Bichaanse, kun jij mij van die muis af helpen? Want ik heb alles geprobeerd. Toen zei die Bichaanse, nou meneer pastoor, daar kan ik voor zorgen. Weet je wat je moet doen? Je moet die muizen dopen. Want jij hebt mijn brakken ook allemaal gedopt en er komt geen ene meer in de kerk. Geweldig, Kees. Ja. Maar goed, Kees, we zitten hier niet voor. Nee. Waar gaan we naar kijken? Moet vlug zijn, waar gaan we naar kijken? We gaan kijken naar de Lessendruppel. En de Lessendruppel, dat is het meest tragische moment van carnaval in Taapje. Maar ook overal natuurlijk. Hè. Als die dingen verbrand worden, die poppen verbrand worden. Of hij loopt, Kees, hij loopt. Hij mag het zeggen. Ja, maar ik zal het vertellen. Ja, we staan hier dus op de Haagse Markt in Prinsenhagen. En Prinsenhagen ligt bij Breda, want ik kwam er net in tegen. Die wist Prinsenhagen niet te liggen. Nou, daar vraag ik om. We zien daar staan prins San Severius. En San Severius die is nou 3 jaar prins geweest. En die moet dan aftreden.
Dus je moet straks al zijn spulletjes inleveren, zijn capes, zijn steaks, zijn scepter, noem maar op. Maar er is nog een tragisch moment. Die joffer die ernaast staat aan de rechterkant voor de kijkers. Die joffer die heeft na 6 jaar besloten om de pijp aan Maarten te geven. De pijp aan Maarten van der Rijt, want dat is de voorzitter van de stichting. En die stopt ermee. En nou lacht ze nog, maar ik heb ze ook zien huilen vanavond. Nou, wat is de prins aan doen? Die is aan het proberen om... kijk eens, hij geeft alles wat hij heeft, geeft hij weg. Daar ziet hij erg tegenop. Hij is al schuttig. Ja, hij ziet er erg tegenop. En dat is mij een mooie gelegenheid om eens even iets van hem te vertellen. Hij heet in het dagelijks leven Ronald Huismans. En hij heeft een geweldige creatie als prins San Severius weggezet. Echt een prins van het volk. En geliefd bij alle Argenezen. En dat mag wel eens even gezegd worden. En hij heeft zoveel energie in de strijd gestopt en zoveel leuke nieuwe dingen eraan verbonden. Dat we dus echt kunnen zeggen dat is een prins om trots op te zijn. Dat is Ilona. Kijk, als je goed kijkt, houdt hij op. Kijk maar. Ja, ja, ik heb ze de tranen van Maxima. Kijk, en nou heeft hij nog een bosje bloemen voor joffer Suzanne. Maar Ilona die blijft nog hoor. Dus die staat wel een beetje tranen te pinken zien en zit dat niet? Kijk eens goed, boy. Je hebt een betere bril dan ik, maar ik... Ja, ja, nee. Maar, ja, zal... ja, 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 nou ja, zeker. Ja, 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 maar het is ook een schatje, hè? Ja, dat is een schatje. Het is een schatje. Nou, we gaan de bloemen naar joffer Suzanne. Ja. En die staat ook al te huilen. Ja, dat was een prachtig Maar dat spaan. Is altijd, hoor. Als de prins afscheid neemt en na 3 jaar, ja. Dan is dat toch wel een heel gevoelig moment. Hij zegt er iets over, laat maar zo. Schattenmaat, jij ook hartstikke bedankt voor alle goede zorgen. Ik vind het een beetje emotioneel, vergis ik me daarin. Nee, dat vergist er eigenlijk niet in. Ja. Dat zijn de bielopers en die spelen een geweldig stuk muziek. Maar ook wel eens gezegd, we zitten nou aan het eind van het carnavalseizoen. Hè? Ja, dus we mogen wel een paar veren uitdelen. Door het onderdeel van de Haremanie, ook een aantal mensen vanuit de Haremanie. Ja, daar zijn er bij die muzikant geweest zijn bij Sicilia. Ja, ja. Kijk, hij heette San Severia en het volk heeft allemaal San Severia's bij zich. En dat komt dan helemaal goed. Oh, Maarten, hartstikke mooi, dankjewel, het is bij jou. Prins San Severius. Kijk, achterlacht, dan ben je mooi, dat was het motto. We horen nu de voorzitter van de stichting en die heeft de prins uitgenodigd om de lestendruppel, want daar kijken we naar, om die dus naar beneden te halen en die direct in de kist te laten zakken. Maar voordat dat gebeurt, krijgen we het lied San Severia. Oké. Maar hij is er naam aan maar verbonden. Ik zou er bijna gaan meezingen. Ja, doet er maar gerust. Wil ik de kijkers niet aandoen, Kees? Nou ja, dat weet ik niet. Ik denk dat jij best een goede stem hebt, of niet? Nou, na al die dagen begint het ook wel minder te worden. Had jij zo gekwekt dan? Nee. Maar zo, met geluid. Dan mag best meer geluid op heren. En je ziet hoe druk het is, hè, op de markt, hè? Dat zie je, hè? Ja, het plein staat helemaal vol. Ja, helemaal vol. Kijk. Die is in ieder geval een beeld, hè? Die is een beeld geweest. Ja. Kende jij ze? Nee. Jij kent toch iedereen in het Aki bijna? Nou, deze ken ik niet. Dat is import, denk ik, hoor. Oké. Zo te zien. Nou, het publiek vermaakt zich nog prima. Maar ze voelen allemaal wel dat het moment van afscheid nemen aangebroken komt. Of aangebroken is, moet ik eigenlijk zeggen. Als die een druppel naar beneden gehaald is en in de kist is gelegd, dan gaan ze die in plechtige stoet ronddragen door het aardje. Oké. Krijgen we ook te zien. Daar hangt die, hè. En ik vergelijk die druppel uit met mijn kanonskogel. Ik zag daar boven een tekst aan. Ja. Hij loopt nu weg. Ja, dat is achterlach ben de mooier. Dat is motto van het aardje. Oké.
Nou, dat is goed gebruikt hoor. En ze hebben dit jaar weer een heel machtig mooi nieuw motto. Erg goed gekozen vind ik. Ja, dat zeg ik direct. Maar ze moeten een beetje spanning houden. Hè? Okay. Als ze ook niet weten wat ik allemaal moest vertellen. Kijk, hier zitten de ministers. Die hebben de druppel in de glazen kist gedaan. En die gaan een rondje maken rondom de kerk. Dus ze gaan eerst de dreef in. En van de dreef gaan ze de Essenstraat. En van de Essenstraat naar de Haagweg. En halverwege de Haagweg staat Milleke. En Milleke is het carnavalsmonument. Wat ooit is geschonken door de wijze mannen. Aan de stichting. Aan stichting CC het Haagje. Ik heb er heel wat keren tegenaan staan kijken. En ik had mij wel zo praten ook. Oh, zeker, zeker. Heel maar fel, ik wist niet toen dat jij daar was. Ik wist niet dat jij, ik had het kunnen weten natuurlijk. Nee, dat was ik niet hoor. Nee, toch niet? Nee. Nou, maar ik heb Nilleke horen praten. Dat Nilleke, ja, dat Nilleke praten. Nou. Maar ik keek altijd naar links en naar rechts. En ik had geen idee waar die vandaan kwam. Hij zat altijd boven de oude garage van Vanune. Toch, ja, dat kon ook. Ja. Hij kon jullie allemaal zien, maar jullie hebben niet. Ja, maar het was wel heel goed. Ja. Prachtig. Kijk, hier komen ze aan op dat plekje waar Nilleke staat. Ik heb Nilleke nog net even in beeld kunnen krijgen. Ja, de kistje had hij om. En hij had lampjes aan zijn nek hangen. Dat vond ik ook wel een beetje apart. Ik zou wel eens willen weten wie het daar gedaan heeft. Ja, maar gewoon met de tijd meegaan. Ja, nee, maar. Nee, dat zijn natuurlijk mensen die zijn carnavalisten doen. Ja. Want Nilleke staat in hoog aanzien. Hè? Ja, die is getrouwd eigenlijk. Nou, niet getrouwd. Is het ooit dat Nilleke, dat varkentje, is een keer met Marieke vreemd gegaan in het Ginneke. Dat wist ik niet. Ja. En kijk, hier eventjes hier naar kijken. Oh, een druppel. Dat is een druppel, die gaat erin. En die blijft daar een jaar liggen. En dan volgend jaar, of ja, eigenlijk dit jaar, 11-11-2012, dan komt hij er weer uit. Ik zou na deze beelden dat kastje maar goed op slot doen. Dat doen ze ook. Ja. Er zit een heel groot slot op. Nou, hij is inmiddels weer terug op de markt. En voorzitter Maarten die nodigt hem uit om zijn spullen in te leveren. Maar gelukkig grijpt Hooguit nog zelf in. En zegt ja, ik mag toch eigenlijk nog wel het nieuwe motto bekendmaken. Hè? Dit is de partner van San Severius, die woont natuurlijk ook in de blommetjes gezet als Francis. En een neefje van haar heeft de prins geholpen bij het opbergen van die druppel. Dat was ook een, okay. Had hij eigenlijk bedongen om dat te mogen doen. Ja. Nou, hier zien we dan Suzanne nog een keer. Ja. Ik heb ze mogen interviewen toen ik samen bij jou bij de boomgracht. Kijk, daar gaan we naar het motto kijken. En onder dat motto gaan ze dus in het nieuwe carnavalseizoen weer carnaval vieren. En dat motto luidt... Het... Ja, motto, let op. Het... Nou, die mensen op die marktman die stonden dan allemaal zo wat in de boek. Zal het nou worden? Sst, zei ze toen. Het? Het sta. Het sta. Ah, sta. Die wat dialect. Staat. Het staat. We zouden zeggen dat met een T. Maar, nee, let op. Het is aan elkaar gekoppeld. Het staat. Kom op, jong. Dat zal het zijn. Het staat in. Ik hoor het. Het staat in. Het staat in. En om jou een beetje uit spanning te halen. Het staat in de sterren. Ja, nee. Verder komen ze niet. Het staat in de sterren. En of dat nou geschreven staat of afgebeeld, dat laten ze in het midden. Ik vind het een heel goed motto. En ik wil als laatste een groot compliment geven aan de hele stichting die weer het taakje op een geweldige manier carnaval heeft bezorgd. Nou, oké, Kees, wij zijn jou natuurlijk als Barenieten TV uiterst dankbaar dat jij dat toch weer hebt willen doen. En ik heb zelf de ervaring gehad dat ik bij jou een paar keer mee mocht, ik doe het mogen. Want jij leert mij nog een hele hoop dingetjes als ik met mijn microfoon. We zijn jou uiterst dankbaar. We hopen dat jij nog jaren bij Barenie betrokken blijft. Want het waren prachtige beelden. Dank je wel. En nu gaan we naar de reclame. Naar de
Jullie waren nog niet zover, dan zeg ik Kees nogmaals goeiedag. En daar gaan we dus naar de tekst. En dan zal ongetwijfeld zal nu de reclame eraan komen. En ik wil de kijkers in ieder geval bedanken voor het alle plezier. Wat wij waren niet tot op heden met de correspondenten. En voor het geduld wat ze opgebracht hebben om naar ons te kijken. Nee? Ja, zeker. Zeker, zeker. Denk Kees. Aan, hè? Ja, maar er waren hele leuke filmpjes bij.